We zijn op dit moment bij Gelukkige Groentes. Onder Hatert. Aan de Hatertse weg ook. En dit is een pluktuin waar een vaste gemeenschap heerlijke verse groentes komen plukken. Ja, ik heb lekker een rode bieten gevonden in de tuin en prei en worteltjes. Wenkel. Ik heb een paar groentjes nog meegenomen. Ik ga straks de broccoli oogsten. Ik sta hier inderdaad met een bosje wortels in mijn hand. Door de wijze waarop wij werken, wij keren de bodem niet meer. Wij werken met veel compost, met houtsnippers. Dat gaat de bodem voeden. Dat heeft als voordeel dat ons bodem, een bodem die leeft, daar weten wij feitelijk nog heel weinig vanaf. Maar een bodem zit vol met bacteriën, schimmels en beestjes, welke relaties aangaan met planten. En op het moment dat je bodemleven op orde is, dan worden planten beschermd. Waardoor je eigenlijk ook gewoon hele mooie teelt en mooie groentes kunt kweken, zonder dat je daarbij heel veel moet doen aan bestrijding. Nou, de smaak is anders. Daar hoor ik ook vaak terug van mensen die komen eten. Dat het veel lekkerder en volle smaakt. Wat ik zelf merk is dat de groente heel lang goed blijft. En een mooi bijeffect vind ik dat ik veel minder afval heb. Dus het scheelt me echt zeker ja, wel in plastic zak met afval in de 2 liter. Ja, normaliter kan ik de wortels hier eruit trekken. Soms is het zo dat de grond wat vast zit en dan gebruik ik de riek om de wortels even los te prikken. En dan is het zo eenvoudig eruit te halen. Bijvoorbeeld de pompoenen die zie je dan al een tijdje liggen, maar uit de nieuwsbrieven blijkt, nou, ze zijn nog niet klaar. Dus, maar ze zien er al wel heel mooi uit en als dan het volwassenen komt, want ze zijn klaar, dan is dat leuk. Ja. En dan weet je ook, oké, nu zijn dus pompoenen klaar. Zo is het in de natuur. En sinds deze week is de broccoli klaar. En dat is wel een belangrijke reden waarom ik het ben aangegaan met deze tuin. Omdat ik dat gewoon graag wil, niet meer wil weten, maar ook wil ervaren. Ik doe zelf niks met het blad wat aan de wortels zit. Wat ik daarmee doe, die gooi ik thuis in mijn compostbak. Dus die gaat uiteindelijk weer in mijn eigen tuin gerecycled worden. Nou, als je lid bent van de tuin, ben je eigenlijk elke dag welkom van zonsopgang tot zonsondergang. En het plukgedrag is eigenlijk dat de deelnemers voor vers gebruik plukken. Hoeveel ze dus nodig hebben voor die week. En gemiddeld komen mensen 1 keer in de week voor een verse groentes. En bij sommige luxere producten geven wij dat aan. Hoeveel je daarvan moet plukken. Bijvoorbeeld 1 bloemkool, 1 broccoli. Ja, ik kom uit de buurt. Ik woon zelf in Hatert. Dus voor mij is het een paar minuutjes fietsen hier naartoe om een verse groente te halen. Soms kom ik hier wandelen naartoe. Dan maak ik gewoon een lekkere wandeling van 2 uur en dan neem ik mijn rugtas mee. Soms kom ik hier met de auto als ik vanuit het werk kom. En op de fiets heb ik nog niet gedaan, maar dat zou wel kunnen inderdaad. Ik heb als ik veel pluk in 1 keer, dan kom ik soms met de auto en dan neem ik inderdaad een grote krat mee. Want dan is het op de fiets. Ik heb nog geen fietstassen. Om dat in 1 keer mee te nemen. Ja, en anders heb ik er gewoon mijn rugzak bij waar het in past. Dus dan kom ik 2 keer gelijk. Ja, ik heb een mesje en een schaar mee om te oogsten en te plukken. Die neem ik dan zelf vanuit huis mee. En dan neem ik ook een paar tasjes mee waarin ik dan de verschillende groenten in kan doen. Sommige groenten zijn heel erg zandig. Dus die doe ik bij elkaar en die moet ik thuis dan even afspoelen. En andere zijn meer bladgroenten, dus dat wil ik graag schoon houden. Daar hoef je thuis niks meer aan te doen, want het is gewoon geschoten. Dus dan kan ik hier een andere tas bewaren. Nou, dan kijk ik van wat de goede maat is voor ons tweeën, want we zijn met z'n tweeën thuis. En wat er mooi uitziet. En soms ben ik een beetje in dubio, want dan zie ik dat een aantal dingen een beetje aangetast zijn. En dan denk ik, ja. Maar die zijn zonde om weg te gooien. Dus ik doe altijd een beetje zo de middenweg. Ik doe soms hele mooie dingen voor mezelf. En soms neem ik ook dingen mee waarvan ik denk van ja, dat is wel een beetje aangetast. Maar zonde om weg te gooien. Dus ik neem het toch mee. Binnen de gemeenschapslandbouw ga je als deelnemer een relatie aan van minstens 1 seizoen met ons. En dat bedrag betaal je in principe ook voordat het seizoen begint. Dat model is eigenlijk de basis van de tuin en eigenlijk ook de reden waarom wij hier groentes kunnen telen zoals we dat doen. Als ik hier naartoe kom is het contact met Sam en Maarten hartstikke vriendelijk en open. Ik voel me heel erg welkom hier. Ik voel het net alsof ik thuis kom.
Ja, we zeggen altijd even gedag. Soms maken we een praatje, hoe het gaat, ook op de tuin of privé dingetjes. En als ik een vraag heb over een goed recept of wat ik bijvoorbeeld kan doen met basilicumsoorten, helaas staan we 50 basilicumsoorten, dan leg Maarten het ook allemaal uit van dit is dus lekker voor een thee of dat soort dingen. Dus ik krijg altijd veel tips mee. Dus contact is heel persoonlijk. Het zijn bewuste klanten, dus mensen die heel bewust bezig zijn met hun voeding. Bezig zijn met het minimaliseren van hun footprint op de aarde. Het zijn mensen die gewoon heel mooie producten willen hebben, omdat ze gewoon lekker willen eten. Ik denk dat dat de hoofdredenen zijn van de meeste mensen om in ieder geval bij ons terecht te komen en hiermee te beginnen. Als ik hier door de tuin loop om groenten te plukken, dan raak ik gewoon helemaal ontspannen en dan zie ik alle bloemen en dan wat dieren en vogelgeluiden en dan zie ik alle groenten hier mooi op het land staan. Dan word ik echt heel blij. Nee, ik was me eerder niet bewust van wat wanneer groeit. Ik was daar nieuwsgierig naar en daarbij komt in deze tuin oogst je ook nog die groenten zelf. En dat vind ik eigenlijk nog veel bijzonderder. Zelf je sla oogsten, zelf je boontjes uit de struiken halen, zelf de wortels uit de grond trekken. Het geeft meteen ook een hele andere relatie. Het geeft überhaupt een relatie. Een beleving in de supermarkt is natuurlijk anders als op het moment dat je op de tuin komt en je ziet hoe groentes groeien. Ja, je deelt de oogst ook echt met de gemeenschap. Dus het idee is ook dat iedereen een aandeel van de tuin heeft. En dat als de oogsten uitbundig zijn, dan deel je ook de uitbundigheid van de tuin. Is er een oogst wat minder, dan deel je ook de minderheid. Dat is het sociale aspect. Ja, ik haalde mijn groenten voordat ik hier lid werd bij de Gelukkige Groentes uit de supermarkt. En daarvoor koos ik er wel voor om zoveel mogelijk al plastic te vermijden. Dit is echt nog vele malen beter dan de supermarkt. Het blijft veel langer vers ook dan de spullen uit de supermarkt. In vergelijking met groenten kopen in de supermarkt is het hier zelf oogsten van groenten, dat het echt jouw groenten zijn. Waar jij ook je best op wilt doen. En die je niet zomaar wilt weggooien. Je start ook gewoon bij wat je oogst. In plaats van dat je start bij een bepaald idee van ik wil dit gaan kopen vanavond. Of je werkt met wat er is. Het eerste jaar was uitbundig met veel gelukkige groentes. Het begin was spannend omdat we een koud voorjaar hebben gehad. Dus we zijn iets later van start gegaan. Maar dat hebben we mooi weten recht te trekken als je ziet hoeveel verschillende groentes nu nog te plukken zijn. Daarnaast kijk ik zelf terug naar echt een plezierig jaar met heel veel uitproberen. En toch ook de diversiteit en het aanbod zo groot mogelijk proberen te krijgen. Volgend jaar hoeven we de tuin niet meer helemaal aan te leggen. Dus dan kunnen we ons nog meer focussen op de groentes. En ik denk, ook omdat we de tuin uitbreiden en voor een grotere gemeenschap zullen telen, zullen we ook nog meer diversiteit kunnen aanbieden. Zo willen we ook aardappels proberen, dat hebben we dit jaar niet gedaan. Toch iets meer kolen door het hele seizoen proberen te telen. Daar kijk ik wel erg naar uit. Hè. Maar we denken dat we vanaf begin mei tot en met december oogst kunnen bieden. Ja, het kan ook al halverwege april zijn als we een lekker warm voorjaar hebben. We gaan ervan uit om in ieder geval vanaf mei te kunnen beginnen. En je gaat gewoon anders eten, meer divers en je hebt veel minder plastic afval. Als je lid wilt worden van de tuin, dan kun je gewoon even direct contact met ons zoeken. Dus via onze website gelukkigegroentes.nl, daar vind je onze contactgegevens. Kom gewoon hier naartoe of naar de website en sluit een abonnement af. En tot volgend jaar!